Ik ben Jeroen Doucet. Ik ben Managing Director van Ex Machina Strategy & Concept. En wat wij doen is strategieontwikkeling en conceptontwikkeling voor Second Screen. Een lange trend die je op dit moment heel duidelijk ziet en die natuurlijk al een hele tijd speelt, is dat het simultaan gebruik enorm toeneemt. Je ziet eigenlijk dat televisie kijken of online video kijken helemaal niet meer iets is wat je op één moment doet. Maar je doet allemaal dingen tegelijk. Dus je ziet dat mensen steeds meer multitasken. Een andere lange trend die je natuurlijk ziet is dat het steeds eenvoudiger wordt om zelf televisie te maken, te distribueren en ook te monetizen. Nou ja, wat jullie hier feitelijk ook doen met een kleine studio. En die twee lange trends die zorgen voor weer veel kortere trends. Zoals de opkomst van Second Screen, zoals de toename van contentproductie door niet-mediapartijen. En dat zijn op dit moment denk ik de belangrijke trends. Waarbij een trend die daaronder ligt en die voor ons steeds belangrijker wordt, is de meetbaarheid van al dit gebruik. En ook de mate waarin die meetbaarheid doorwerkt in de businessmodellen. Kijk, Second Screen, als je dat ziet als het interacteren rondom een iets wat er op een ander scherm afspeelt, dan is dat zeker een blijver. Ik denk dat het nu eindelijk mogelijk wordt voor mensen wat ze al heel lang wilden, namelijk een beetje meedoen met televisie of tijdens het kijken al praten over televisie. Dat wordt nu mogelijk. En dat is ook de basis waarom Second Screen zo succesvol is en waarom heel veel programma's daar ook echt beter van worden. Ik denk dat er voorbeelden zijn van programma's die door de toevoeging van Second Screen echt beter en aantrekkelijker zijn geworden. En dat je daarmee ook juist door die onmiddellijkheid en door dat eventgevoel een ervaring creëert die je niet op internet krijgt. Iets als het Eurovisie Songfestival, als daar een goede Second Screen app bij zou hebben gezeten. Of iets als The Voice of Kassa of weet ik veel. Dat vind ik voorbeelden van televisie die echt aantrekkelijker wordt door Second Screen. En dat is ook niet iets wat je op internet zou kunnen doen. Want dan mis je dat gevoel van noodzaak en onmiddellijkheid. Second Screen stelt je in staat om te zorgen dat er meer mensen kijken. Dat je makkelijker nieuwe kijkers aantrekt. Het is belangrijk, het kan ervoor zorgen dat kijkers langer blijven kijken. Dus dat ze niet alleen één aflevering kijken, maar ook de volgende afleveringen. Het biedt de basis voor dataverzameling die je nodig hebt om te verantwoorden dat een zender of een adverteerder betaalt voor een programma. En het biedt je nieuwe businessmodellen. Dus er zijn vier redenen waarom je Second Screen moet doen. En welke vooraan staat, dat hangt erg van de individuele strategie af en het format. Maar Second Screen werkt echt versterkend voor televisie. Dan bedoel ik op verdienmodellen waar je bijvoorbeeld automatisch dingen kan bestellen. Dan doe ik op het verzamelen van adresgegevens op proefritten. En dan doe ik op modellen waarin het mogelijk wordt om het gedrag, het kijken van een bepaald programma te koppelen aan het doen van een aankoop later verderop in het proces. Ik denk dat de essentie van Second Screen niet zozeer is dat tweede apparaat, maar de mogelijkheid om te interacteren met televisie. Eigenlijk is Second Screen natuurlijk interactieve televisie zoals het ons ooit beloofd was, alleen wat we nu over de top hebben gerealiseerd. Als je kijkt naar een televisieprogramma van 20 jaar geleden, is het onvergelijkbaar met wat je nu ziet. In uitlichting, in cameravoering, in tempo, het verandert op alle niveaus. Wat de toekomst van vooral Second Screen en interactiviteit natuurlijk toevoegt, is dat je nu steeds meer, je ziet steeds beter de feedback loop. Je ziet dat vanuit de studio wordt erkend dat mensen zitten te kijken en dat die ook wat vinden. Of dat die een keuze hebben gemaakt of ergens in meesturen. En dat is denk ik wel dat je ziet nu dat het, eigenlijk wordt het bestaan van het publiek, anders dan als applausmachine, wordt erkend. Bij Ex Machina komt inmiddels meer dan de helft van onze omzet komt uit het buitenland. En dat is over 2 jaar is dat 90%. Dat kan ook niet anders, want ons land is gewoon te klein. Ik heb nu veel gesprekken in Duitsland en in Engeland. Ja, en het is echt ik heb echt het gevoel dat het hek van de tuin is opengegaan. Want ineens, het maakt nogal uit of je een Second Screen app afschrijft over mogelijk 16 miljoen kijkers of over 80 miljoen.
dat is gewoon, dus je moet je zeer op het buitenland richten. En dat is ook waar de grote kans ligt. En dat is ook waar je ziet dat nieuwe mediabedrijven succesvol in zijn. Of het nou is Spil of Booking. Je kan je afvragen of Booking een mediabedrijf is. Maar dat zijn bedrijven die vooral internationaal zijn. Dus je moet je zeer internationaal oriënteren. En zorgen dat je een product hebt wat je ook in het buitenland kan afzetten. Want die lokale markt, die is voor echte groei is die gewoon te klein.